Hij mocht dus ook meegenieten van de derbyzege tegen Cercle Brugge. Hele fraaie zege. Het werd de wedstrijd waar ook meteen het debuut was van Roman Yaremchuk, de Oekraïense spits, en die ook meteen scoorde. Kijken naar de aanval met Verlinde. Goed tussen de lijnen gelopen door Vaka, maar die plaatst hem in het zijnetje. Eerste halve kans in de wedstrijd. Infiltrerende Vaka hier. Op aangeven van Thibaut Verlinde. Nog geen doelpunt gemaakt voor Club Next, Lennart Mertens. Op zoek naar zijn eerste goal. Intussen kijken, want een hele goede bal op Wijmans. Kan hij hem voorbrengen of niet? Moeilijk in de handen van Lammes. Was echt wel een goede steekbal op deze man. Zoekend naar zijn voet. Zijn linkervoet. De voorzet komt. Halve links weggehaald. En dan komt die bal terug voor doel. Oh, dit had een fantastisch mooi doelpunt kunnen zijn van Thibaut Baten. Stel je eens voor dat je op zo'n manier zou scoren tegen je ex-ploeg. Tegen je ex-ploegmaten. Hier wordt die bal terug in het spel gebracht door Wijmans. En dan met de omhaal haalt Baten die bal eigenlijk weg voor de neus van ploegmaat Seydou. Dante Rigo. En Vaka. Bal aangeraakt door Senne Lammes. Wel degelijk. Het was een traag schuivend balletje van Ramiro Vaca. En voor Lammes was het toch gevaarlijk genoeg om er de vingertoppen tegen te zetten. Voilà. En dus een nieuwe corner. Wijmans. Baten kopt. Weggehaald door Spilleers. Ik denk ook dat Lammes wel op de juiste plaats stond. Maar we voetballen verder met Seydou. Er zijn nog wat grote jongens mee. Want Assoui krijgt hem niet volledig weg. Mertens wel. Dus verdedigend, organisatorisch staat het bij Club Next echt wel goed. Hier is nu wel Baten! En op dat moment, net op het moment dat ik zeg dat de organisatie goed staat bij Club Next, is het Thibaut Baten uitgerekend. De man die twee seizoenen geleden de clubtopschutter van Club Next werd in dat eerste verhaal in 1B. Ook al speelde hij een half jaar niet meer bij Club Next, hij scoort tegen zijn ex-ploeg. Thibaut Baten, wel, wel, wel. Tweede week op een rij dat hij kan scoren. Tegen Lierse leverde het geen 3 punten op. En nu kopt hij hem toch wel propertjes in de verste hoek binnen, hoor. Aan Beerschot nu. Om de controle over de wedstrijd te houden. En het nu niet op een paar minuten tijd uit de handen te geven. Veel ruimte nu voor Verlinde. Als dit snel gaat is het 2-3. Verlinde met een prachtige kapbeweging. En dan trapt hij hem recht op het fluo-gele shirt daar. En het fluo-gele lichaam van Senne Lammes. Oh, Thibaut Verlinde. Ai, 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 toch. Sterk hoor aan de bal. Vindt een Bamba. Naar binnen knijpen. Nog steeds een Bamba. En we gaan een penalty krijgen. We krijgen een penalty voor Club Next. Noah een Bamba. Die er tussen glipte. En 3 verdedigers van Beerschot aan de praat hield. En dan wordt er gezegd door Tom Stevens dat er een elleboog werd gegeven in de rug van een Bamba. En dan is het uitgerekend de aanvoerder van Beerschot, Ryan Sanusi. Die ervoor zorgde dat Club Next een dot van een kans krijgt om terug in de wedstrijd te komen. Oog in oog met Engels. En het is Engels die hem tegen de paal trapt. Oh, Club Next laat het na om terug in de wedstrijd te komen. Arne Engels. Ai, ai, ai. Ja, zo'n dergelijke kans ga je op een presenteerblaadje niet te veel meer aangeboden krijgen vandaag tegen Beerschot. Naar Verlinde. Voorzet komt, dat is best wel een goeie. Baten lag op de loer aan de tweede paal. Sanusi.
Nog een keertje trappen. Dit is een betere bal. En in twee tijden Senne Lammens die kan klemmen. Club Next moet natuurlijk nu voorbij het uur zijn opletten dat de score niet wordt uitgediept naar 0-2. Otasowi, dit is natuurlijk bijzonder gevaarlijk. Keert ook voorlopig niet terug. De voorzet van Verlinde komt, wordt eruit gehaald door Senne Lammens. Otasowi. Dit was een moeilijke bal voor Otasowi. Hier kan hij weinig aan doen. Sebawi tot bij Baten en die maakt er 0-2 van. En sluit hiermee Thibaut Baten het boek in deze wedstrijd of niet? Dat is maar zeer de vraag. Baten viert het met de meegereisde supporters van Beerschot. Dit ziet er bijzonder benard uit voor de belofte van Club Brugge. Club Next tort nu op tegen een dubbele achterstand. 0-2. En de geesel van dienst, Thibaut Baten. Ja, dat is even tonen natuurlijk aan Andreas Wieland. Ook al komt er versterking in het aanvallende compartiment met Thibaut Baten, moet er rekening gehouden worden in deze kern van Beerschot. Wedstrijd misschien nog niet helemaal gespeeld, want als we terugdenken aan de wedstrijd van gisteren. Homma. Engels, die wil wel eens trappen. En Homma in de rebound en Peres gaat scoren. Het staat 1-2. We hebben opnieuw een wedstrijd hier in de Nest. 77e minuut en Club Next komt opnieuw in de partij. En Daniel Peres, er is al veel geschreven en verschenen over hem. Kan hij zich ooit nog doorzetten bij Club Brugge? Kan hij ooit doorstomen naar de A-kern of niet? Alleszins doet hij zijn duit in het zakje in de comeback eventueel van Club Next. Hier eerst de trap van aanvoerder Arne Engels. En Homma die kan in de rebound dan toch nog Peres bereiken, waardoor er dus gescoord kan worden. 1-2. Maar het is toch moeilijk hoor, om jongens als Sabbe en als Talbi in dat spel te betrekken. Beetje chaos nu. Koshi blijven liggen. Na wat geharrewar en een gevecht om de bal. Kreeg daar denk ik een duw van Daniel Peres. Oh, die krijgt rood. Oh, die krijgt een rode kaart. Next en Beerschot, hier gaan we dat zien. Koshi. En dan, wat doet Peres? Ja, dat zien we toch niet.